Het is alweer de laatste uit de reeks bij ons in op Kampong. Opgepompte ballen en frisse kleedkamers zijn natuurlijk belangrijk voor voetballers. Bij Kampong zorgt vrijwilliger Nico IJsakkers hier iedere week weer voor. En dit alles uit pure clubliefde. Sporten met lichamelijk beperkte kinderen. Of het opleiden van scheidsrechters, het trekken van de lijnen en het schoonhouden van de kleedkamers. Dingen die je niet 1, 2, 3 opvallen, maar wel allemaal plaatsvinden op sportvereniging Kampong. Al bijna 15 jaar is Nico IJsakkers actief betrokken bij het voetbal op Kampong. Moet er maar iets bij. Wedstrijdballen oppompen is een verantwoordelijke klus. Een taak die hij als vrijwilliger heel serieus neemt. Want Nico weet dat het heerlijk is voor een voetballer. Als zo'n bal lekker rolt, dat betekent dat hij dan op de juiste spanning is. Niet te hard en niet te zacht. Een ervaring die Nico heeft opgedaan toen hij zelf nog voetbalde. Jaren waarin mensen achter de schermen altijd voor hem klaar stonden. Ik wilde wat voor terug doen, dus vandaar dat ik nu in mijn laatste actieve jaren voor deze mensen gaat zorgen. En dat doet Nico in de voorbereiding op de drukke voetbalweekenden. Dan is het natuurlijk heel fijn. Oh, en mijn handdoek hier. Als de spelers een nette kleedkamer hebben. Dus schoon. Douches keurig schoon. Je ontvangt vereniging met een gast hier. En je wil je gast toch schoon en netjes ontvangen. Hoort ook een kleedkamer bij. Nou, dit is wat minder leuk. Dit is een van de onderbroek, geloof ik. Nou. Naast zijn werk als vrijwilliger heeft Nico een fulltime baan als conciërge op een middelbare school. Toch doet hij in zijn vrije uurtjes niets liever dan op Kampong een handje te helpen. Dat houd je ten eerste al jong. Ik ben 60 nou en ik voel me eigenlijk nog helemaal geen 60. En ik vind het heerlijk om op die manier lekker mijn vrije dagen door te komen. Zijn liefde voor Kampong zit dan ook diep. Nou, ik voel toch een bepaalde warmte, een bepaalde acceptatie. En ja, je maakt toch misschien wel deel uit van toch een vrij grote familie met deze club.